Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar de programma's Vitrine en A2 Actueel. Maar nu eerst een aangepaste nieuwsuitzending met Olga Hupkens. Een dag van nationale rouw. Goedenavond, dames en heren. Dit is het aangepaste nieuws van woensdag 23 juli. Ook Maastricht deed mee aan de dag van nationale rouw. Een dag die voor het eerst plaatsvindt sinds 1962 bij de dood van koningin Wilhelmina. Het begint met het spelen van enkele aangepaste nummers op het carillon in het stadhuis. Vijf minuten voor vier klinkt de graanmeer, de grootste klok van de Sint-Servaas, die bij hoge uitzondering wordt geluid. Het tijdstip valt samen met de landing van twee vliegtuigen op luchthaven Eindhoven, met daarin lichamen uit vlucht MH17. Hier heb je juist graanmeer gelooid. Wie bijzonder is dat op deze dag? Ja, heel bijzonder. We verlooien normaal gesproken alleen maar de graanmeer voor kerkelijke feestdag. Maar gisteravond wordt bekend tot er een nationale rouwdag kwam. En toen zien we gewoon al denken van wat kunnen we daar ook in betekenen. En toen hebben de deken van Maastricht deed contact gezocht met dus. En wat doen we? En dan zijn we samen uitgekomen. We waren nu met een maand of 14 en we hebben het toch kunnen doen. Dat vonden we toch heel apart. Voor wie heb je nog geluid? Ter nagedachtenis van die lui. En ook onder de aandacht te brengen van het gekke wat daar gebeurd is. Om ongeveer 4 uur landden de vliegtuigen en dat was landelijk een moment dat mensen een minuut konden stilstaan, ook in Maastricht. Op het moment dat je hier staat, gaat alles nog weer aan zo'n film langs je heen. Wat er in de afgelopen dagen gebeurd is. Het is dus heel goed om eventjes zo daar met z'n allen weer met de gedachten bij te zijn. Zouden iets meer mensen zouden even hetzelfde gevoel moeten laten zien? Dat is jammer, had iets beter gekund. Je hebt de terrasbezoekers net gevraagd om stil te zijn. Waarom? Wij hielden 1 minuut stilte voor de slachtoffers van MH17. Natuurlijk wat gebeurd is in Oekraïne. Wij van het Monopol vinden het zeker belangrijk dat ook ons terras dan stil is. Was het ook stil? Volgens mij wel. Misschien op 1 scooter na die langs reed. Maar dat kan natuurlijk altijd gebeuren, mensen die er niks af weten. Wij wel. Dus ja, ik vond het stil genoeg. Het is heel bijzonder dat er een dag van nationale rouw is afgekondigd. Zoals gezegd was 1962 de laatste keer. Gedeputeerde Bert Kersten geeft namens de provincie en gouverneur Bovens zijn kijk op deze uitzonderlijke dag. Nou, dat houdt eigenlijk in dat we met z'n allen willen laten zien dat we erg meeleven met alle mensen die getroffen zijn, of vooral de nabestaanden. Dat je wilt uiting geven aan je gevoel. Gevoel van machteloosheid, gevoel van verdriet, denk ik, wat we met z'n allen voelen. En een gevoel wat ook heel sterk ontstaan is, behalve door de ramp zelf, wat al verschrikkelijk was, ook door het gesolder na. Dat was mensonterend, vonden we allemaal. En de minste wat je dan kunt doen is laten zien dat je solidair bent met de mensen die zo zwaar getroffen zijn. En wat betekent dat in de praktijk? Nou, in de praktijk betekent het dat we vandaag die minuut stilte hebben gehad. Dat we blij zijn dat de eerste mensen terug zijn. Dat we vanavond in Amsterdam die stille tocht hebben om te laten zien dat we allemaal meeleven. Vrachtwagenchauffeurs binden een linda en een spiegel. Om toch te laten zien dat die mensen niet alleen zijn. En dat we, als het moeilijk is in Nederland, toch rondom elkaar gaan staan. Je kunt zien dat heel Nederland eigenlijk dit diep in het hart getroffen heeft. Iedereen wil op zijn manier dat uiten. Of dat nou via sociale media is, via het tekenen van de condoleanceregister, 4 minuut stilte, de stille tochten, de bijeenkomsten. Ik denk dat iedereen op zijn manier dat doet. Ook even mensen gewoon in stilte, die het gewoon in hun hoofd beleven en denken wat moet dat verschrikkelijk geweest zijn en nog zijn voor deze mensen. Maar het leven gaat er gewoon door. Het gaat altijd door
En dat is ook de grote kunst, denk ik, voor al die nabestaanden om na deze verschrikkelijke ramp het leven weer op te pakken. Ik hoop dat dat mensen lukt, daar hebben ze even tijd voor nodig. Maar ook de solidariteit van ons allemaal. Dat helpt dan denk ik een klein beetje om misschien toch weer een leven op te pakken, hoe moeilijk dat op dit moment ook is. U had het net over het condoleanceregister, de provincie heeft geen condoleanceregister. Nee, dat hebben wij niet. Dat ligt op de gemeentehuizen, met name daar in die gemeentes waar mensen getroffen zijn. Ook in Limburg op een aantal gemeentes. En dat is ook goed. Je kunt het op heel veel manieren doen. En iedereen die dat wil, die kan dat doen, denk ik. Heeft u het condoleanceregister al getekend? Ik heb dat nog niet getekend, maar ik heb wel vanmorgen 2 kaarsjes opgestoken in de Onze Lieve Vrouwenkerk, ter nagedachtenis van deze mensen. Al veel mensen hebben het condoleanceregister getekend dat sinds gisteravond in het stadhuis ligt voor de Maastrichtenaren John Lahey en Lilian Brouwers. Ook zij zaten in het vliegtuig dat afgelopen donderdag met 298 passagiers neerstortte in Oekraïne nadat het waarschijnlijk door pro-Russische separatisten was beschoten. Toen ik donderdagmiddag vernam van het neerstorten van het vliegtuig, denk je natuurlijk niet in eerste instantie dat mensen in zitten die je persoonlijk nog kent. Maar achteraf, toen vrijdag de geruchten doorkwamen van wie er allemaal bij waren, ja, toen ging mijn ogen eigenlijk helemaal open. En ik, sinds dat moment heb ik eigenlijk voortdurend aan hem moeten denken, ja. Ik vind het belangrijk voor mezelf, omdat ik zowel John als Lilian al heel lang ken. En ik denk ook dat dit verschrikkelijke ongeluk een enorme impact op de hele samenleving heeft, ook op de Maastrichtse omgeving. En ik denk ook dat het een goed eikmoment is om op dit moment even iets te schrijven. Het condoleanceregister kan tot en met volgende week vrijdag getekend worden. Vanwege de Nationale Dag van Rouw hebben alle publieke omroepen vandaag een aangepaste en sobere programmering. Ook RTV Maastricht. Daarom geen vrolijk zomerprogramma Summer in the City, maar deze aangepaste nieuwsuitzending. Hierna kunt u nog wel kijken naar Vitrine en A2 Actueel. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.